Ik ben echt, echt een beetje verdrietig om. Ik weet niet, het was gewoon altijd leuk met Geer. Ja, voor wie net is, hij is niet overleden, hè? Nee, absoluut niet. Nee, joh. En ik moet hem ook feliciteren. Hij gaat naar Radio 10. Precies, en dat is ook een felicitatie waard. Maar ik zal hem heel erg missen hier in de ochtend. Want ik kwam altijd vrolijk binnen. Het was altijd een feestje. Hij wist altijd meteen een leuk sfeertje in de studio te krijgen. Nooit gedoe of gezeur. Geert, gewoon een heel leuk jongen. Hoe goed ben jij in vroeg opstaan? Heel goed. Rob, ben jij goed in vroeg opstaan? Ja, vanmorgen, ik denk dat ik 9:30 of zo al wakker was. Dus dat was echt perfect. Geeft dat een beetje antwoord op je vraag? Nee, want 9:30 is te laat voor een ochtendshow. Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Nee? Nee, echt in nog een miljoen jaar. Dan moet je echt mensen hebben die daarvan genieten, die dat leuk vinden om zo vroeg in bed uit te gaan. En dat ben ik niet. Bovendien, ik zit hier prima. Ruud, ben jij goed in vroeg opstaan? Zo. Ja, echt. Dit is serieus. Ik heb een beticht van, van niveautje 0. Maar dit is echt gewoon voorbij boulevard. Emmanuel, heb je nog een scoop bij Gijs weten? Hij heeft allerlei lelijke dingen over Gerard gezegd. Ik heb 6 jaar ochtendshow gedaan. En ik zou willen zeggen, de eerste 1,5 jaar was voor niemand een pretje. Ook niet voor de mensen in mijn omgeving. Maar daarna kom ik gewoon heus zelf gewoon mijn bed wel eens uit. Ja, dus heel erg is het helemaal niet een ochtendshow? Nee man, ik ben ook eigenlijk de geschikte kandidaat om Gerard Ekdom op te volgen. Eigenlijk iedereen zegt het. Dit is echt een feestje vieren op de plek waar de kist nog ligt, terwijl de grond er nog niet overheen is. Ja hallo, Gerard gaat weg, daar kan ik niks aan doen. Ja, maar we hebben nog niet eens koffie en cake gehad. Het is dan niet iets heel ergs, het is iets positiefs. Dat hij weggaat, ja, dat vind nee, ik ook. Nee, maar dat bedoel toch, ik niet. Weet je, dat kun je iets zo zien. Ik bedoel, hij is niet overleden. Inhoud en dat soort shit, maar ik snap dat wel. Oh, dit is heel erg, dat moet uitgekend worden. Zelf zou ik Ruud de Wild willen. Ja, ik ook. Goed idee, Ruud. Ja? Ruud is er ook heel geschikt voor, want... Dan hoef jij niet vroeg op te staan, ja. Dat is wel waar, want dat is op zich een plus als je vroeg kan opstaan. Ja. Maar hij is misschien ook wel, omdat hij ook heel goed is, is daar misschien ook wel een goede reden. We zaten bij de viskraam, hè? Ja. Zondag. Daar liep jij ook. Ja. Dat is een beetje awkward momentje. Jij zei hoi, maar ik stond net met mijn karretje omgedraaid. Ja, dat klopt. Ik voelde me echt... een beetje afgewezen. Laat maar. Ja. Maar het was gewoon dat ik dacht, wat moet ik nou? Bij de viskraam ging ik ook expres zo met mijn rug zo naar je toe. Ja. Dat klopt. Ja, maar goed, het was niks persoonlijk. Het was meer ongemakkelijkheid, dan weet je dat. Je knappe pleegzoon. Ja, die was er. Pleegzoon, die zijn me wel heel aardig gedacht. Ja, die kent jou natuurlijk. Ja, ja. Maar ik ken hem ook. Hey Silke. Hey. Waarom heb jij ineens andere kleren aan? Hoezo? Ik ben bloemetjes behangen. Net had je nog een geel ding aan, hoor. Ja, maar dan... Hey, ik heb dus een trucje ontdekt. Dat is heel grappig. Ja, het werkt dus als ik dus zo doe... Zou dat werken, denk je? Oh nee, bij mij werkt het nooit, hè? Nee, zie. Ik moet nu dit hierna doen. Ja, dan moet ik het raden. Schildpad? Ja. Jezus, dat is snel. Ik heb een nieuw personage voor in de vlog. Tataa! Tim! Je bestaat echt! Hij is er. Ik ken jou van Twitter, maar ik ken het helemaal niet in het echt. Hallo jongen, welkom. Wat kom je doen? Ja, ik ga online het een en ander doen, begrepen. Leuk! Dus ja, ik ben benieuwd. Snel open ook. Tijger. Ja. Een raadsel zoals ik die bij Geert heb gedaan. Waarom voeren brandweermannen actie? Geen idee. Ze eisen een rookvrije werkplek. Gods. Skippy, kangeroe. Ik werd dus herkend. Waar? Ja, door de vlogs en in de kantine vandaag. Een meisje die zei, zei ik heel raar, want ik werk waarschijnlijk al heel lang met je, maar ik herkende je nu uit de vlog van Martijn. En zaterdag, of zondag toen ik aan de paasbrunch zat, toen kwam iemand langsgelopen bij het cafeetje waar ik zat, met een foto van jou in jouw vlog. Jouw foto in jouw... Die deed dus zo. Kan je nog iets meer doen of je aan het werk bent? Ja, ik denk, ik laat even zien dat we eigenlijk altijd heel druk aan het werk zijn. Dat we niet de hele tijd als een soort kangeroe aan het rondhupsen zijn voor een spelletje. Ja, maar het zit ook heel veel in mijn hoofd. En dan lijkt het alsof ik niet heel druk ben. Maar ik ben nu dus bijvoorbeeld bezig met de minderheidstalen in de Europese Commissie. Die daar besproken moeten worden. Nee, de Saksisch en het Fries. Nou, bijvoorbeeld. Maar ook andere talen in heel Europa. Nou, dus dan laat ik het even op me inwerken en dan begin ik te werken.
Daar ga ik dan. Ja, want kijk, die minuut met leuke dingetjes die je ziet, dat is ook het enige leuke wat er dan gebeurt. Dat zit in mijn vlog. Ja, en de rest van de tijd, dat hebben we toch over 8,5 uur. Is het echt verschrikkelijk saai. Ja? Mag ik even rectificatie doen? Wat dan? Ik bedacht me net, dat meisje wat ik net nadeed, die mij dus herkende, zo. Die kijkt er natuurlijk ook. Het was niet zo overdreven. Nee, je deed gewoon heel leuk. Want ze deed gewoon zo. En niet zo. Sorry. Nou, schatje. Hoi. Dag, schatje. Hallo. Is Joris er niet? Nee, het is dinsdag. Auw. Hey. Hallo. Hey, Gerardje. Hey.